Dinsdagmorgen heeft een groep krakers het voormalige Febo-pand op de Grote Markt in Breda gekraakt. Ze wisten daarbij een bewaker te omzeilen die eigenaar Vastnet in een busje voor het historische pand had laten plaatsnemen. Woordvoerder van de krakers, Michel Spekkers, vindt het een schande dat het pand in het hart van de stad al 2 jaar leeg staat en verpauperd. Op muren en ramen hebben de krakers een verklaring geplakt.